Hij is gesprongen. Daar ligt hij. Het is het jaar 1482. Het is de tijd van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Twee groepen van edelen strijden al 100 jaar met elkaar om de macht. Op 16 juli verschanst de Kabeljauwse aanvoerder Jan van Schaffelaar zich met zijn kompanen in de toren van de Oude Kerk in Barneveld. De Hoeken accepteren alleen een overgave wanneer Jan van Schaffelaar van de toren wordt geworpen. Dat weigeren zijn kompanen, waarop van Schaffelaar heldhaftig zelf van de toren springt. Kijk, daar komt-ie! Onze Jan! 530 jaar later onthult de burgemeester vanmiddag het monument voor Jan van Schaffelaar. Een silhouette in de grond als monument en als markering van de plek waar Jan van Schaffelaar na de sprong neerviel. Ja, we moeten haast wel, want aan de andere kant was een kerkhof en hier was de brouwerij. Tegenover de brouwerij moet het ongeveer gebeurd zijn. Ja, ongeveer. Ongeveer, ja. Voor de Barnevelders is Jan van Schaffelaar een begrip. Zij en de gemeente hopen dat het monument meer toeristen trekt. Een beetje macaber, hè, om dan de plek aan te geven waar die is neergekomen. Nee, het is wel goed voor de toeristen, dan kunnen ze precies zien, daar is die gevallen. Of er nou meer toeristen, weet ik niet, maar in ieder geval, het is toch leuk om dat te zien.